Oké, deze lenscollectie. Wat heb ik bijvoorbeeld meegenomen naar IJsland? Daar heb ik al een uitgebreide video over gemaakt, maar voor IJsland was het dit. Deze, die, die en die. Maar om heel eerlijk te zijn, dit had je niet nodig gehad. Deze twee samen, dit is zo'n killer combo. 16-35, 50 tot 400. Hiermee kun je alles vastleggen wat je maar wilt. Maar de keuze om zo'n 50-400 mee te nemen, moet je wel even van tevoren maken. Het is wat groter en zwaarder dan normaal, dus je moet er ook ruimte voor hebben in je cameratas. Deze neem ik mee als ik weet dat ik echt grootse, wijdse en verre landschappen kan vastleggen. Bijvoorbeeld in IJsland, dan is deze perfect. Of als ik naar een stad ga en wil ver inzoomen, veel compressie krijgen. Of in de natuur, wildlife, dat soort dingen, dan neem je zo'n lens mee. Maar als ik dat niet ga doen, dan laat ik hem liever thuis, want ja, hij is toch wel een beetje groot en zwaar. Nou, de 24-70, dat heb ik net ook al gezegd, dit is de ultieme lens voor een run-and-gun situatie. Voor zowel fotografie als videografie, als ik niet weet wat me te wachten staat, dan neem ik deze mee. Als ik wel weet wat me te wachten staat, dan werk ik liever met mijn prime lenzen. Die 24 mm is ontzettend mooi voor een neutraal, wijd beeld. En ook wijd genoeg om eigenlijk alles wel vast te leggen. En die 50 mm is eigenlijk mijn go-to main lens op mijn rig. Hiermee kan ik letterlijk alles filmen wat ik wil. Natuurlijk, ik kan geen gekke wide-angle shots maken, maar ik kan hier detailshots mee maken, shots van mensen, kan hier redelijk inzoomde shots mee doen. Het is nog niet zo telen dat je ook nog wel een redelijk overzichtshotje kan maken. Dus deze samen met die is echt een topcombo. Deze op de main camera, heb ik dan een wide shot nodig, dan zet ik deze gewoon op. Of ik werk met twee camera's, deze op de rig en deze op mijn B-camera. En hetzelfde geldt voor fotografie eigenlijk. Deze combo is gewoon dodelijk. Deze is meer lifestyle-achtig, documentaire-achtig. Je laat echt zien hoe het eraan toe gaat ergens. En hiermee kun je, ja, wederom hetzelfde verhaal, eigenlijk alles vastleggen. Detailshotjes, productshotjes, portretjes, je kan er alles mee doen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor deze vertrouwde combinatie. De 35 mm en de 85 mm. Veel trouwfotografen gebruiken deze combinatie, omdat je hiermee een mooi lifestyle portretje kan schieten. En hiermee een mooi tele portretje. En deze f1.8 variant is eigenlijk mooi licht en compact. Dus deze neem ik ook wel graag mee als soort van duo, als ik niet zo'n zware setup mee wil nemen. Dus dit is ook top. Waar deze ook top voor zijn, is video. Ik doe heel vaak een A-shot en een B-shot met deze twee lenzen. 35 mm op de A-cam en 85 mm voor de B-cam vanaf de zijkant. Dat levert gewoon een fantastisch plaatje op. Nou, de 16-35 is heel erg simpel. Dit is gewoon een wide-angle zoom voor landschappen, vlogs, interieurs, dat soort dingen. Deze gebruik ik voor zakelijk werk niet zo heel veel, omdat ik dan meer neig naar 24-70 of een van deze primes. Dan is 16 mm vaak te wijd. Maar voor architectuur en dat soort dingen is een wide-angle ook wel heel goed. Maar deze is voornamelijk meer voor YouTube, meer voor reizen, meer voor vlogs, dat soort dingen. Voor mij in ieder geval. En dan heb ik hier de prachtige 14 mm f1.8. Deze is zo mooi voor fotografie. Die 14 mm is zo episch en wijd dat je echt heel gaaf een landschap kan fotograferen. Hij is haarscherp van hoek tot hoek, geen chromatische aberratie. Echt gewoon een hele mooie lens. En hiermee is ook de collectie compleet. Moet ik het even een beetje anders indelen. Nou, zo. En dan heb ik 14, 24, 35, 50 en 85 helemaal compleet. Dit is voor mij de ultieme prime set voor fotografie en video. Als ik niet weet wat me te wachten staat, maar ik weet wel dat ik de tijd heb om te wisselen van lenzen, dan neem ik deze alle vijf gewoon mee. Dus ja, genoeg keuze in ieder geval, maar ik moet zeggen dat de favoriete lenzen toch wel de 24 en de 50 mm zijn. En daarnaast, ja, 16-35 is gewoon heel erg mooi voor die vlogs, die teleknallers. Oké, nou ben ik bijna alles weer aan het pakken, maar ik moet zeggen, de 24-70 gebruik ik eigenlijk het minst graag. Het is een fantastische lens, maar ook voor mij de minst spannende lens. Ik werk liever met mijn 50 mm G-Master dan met de 24-70, omdat deze gewoon veel mooiere plaatjes maakt. Maar deze is gewoon een uitkomst in run-and-gun situaties. Goed, ik hoop dat het verhaal over de lens een beetje duidelijk is. Ik heb zelf gewoon veel keuze. Ja, ik geef soms ook wel een beetje stress over wat je mee wil nemen en wat je niet mee wil nemen. Maar over het algemeen ben ik er wel over uit. 50, 24, 50, 400, 16, 35 en de 14. Dit is mijn adventure set, echt voor ja, avonturen zoals IJsland. Maar heb ik een twee lens setup, 24 en 50 of 35 en 85. Eén lens setup, 24-70 of voor vlogs alleen de 16-35. Heb je hier nou ergens nog vragen over? Laat er vooral even een reactie achter, want ik kan hier misschien wel uren over lullen. Als jij gewoon een specifieke vraag hebt, stel hem dan even hieronder.